En super dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. In deze video ga ik een make-up look doen. Maken, creëren op mijn blote billen gezicht. Dus laten we beginnen. Als eerst heb ik een mededeling wat niet zo fijn is. Want ik heb hier dus een puist. En dat is echt niet fijn, want hij zit midden op mijn neus. Maar daar hebben we een wondermiddel voor concealer. Dus we gaan als eerst concealer aanbrengen. En ik begin gewoon, ik ga geen concealer onder mijn ogen. Ja, trouwens. Want het is vandaag, mijn dag is het donderdag. En ik ga vandaag naar een psycholoog, paardrijden daarna. En verder niks doen. Huiswerk maken. En ja, ik gebruik trouwens deze concealer. Ik heb geen zin om elke keer de naam te zeggen. Dan gebruik ik toch altijd dezelfde. Zo. En dan. Ja. En het is herfstvakantie, dus. Zo. En die blend ik even. Dus daarom maak ik me op. En is het. Het is nu 8 minuutjes voor 10:30. En daarom ga ik me nu opmaken. Omdat ik geen school heb. En dan moet ik wel weer naar school. Ja, sorry, ik ben heel slow met concealer. Zo. En ook hier even. Zo. Puntje. Ik gebruik bijna geen concealer in de vakantie. Zo. Dan ga ik door met oogschaduw. Even kijken. Ik ga nog een keer een ander paletje gebruiken. Zitten hier wat leuke kleurtjes in. Oké, even denken. Kwast. Ik ga deze kleur over het bewegend ooglid aanbrengen. Ja, hoe kan ik het best laten zien? Welke kleur was nou die? Die. En ik kijk wel heel even hierin, in de spiegel. En dit is het Naked Chocolate Palette van iHeart Makeup. En dit breng ik over mijn hele ooglid aan. Ik wil natuurlijk niet iets te heftigs. Mijn psycholoog zit in Arnhem. En voor paardrijden hoef je ook niet echt op te maken, maar ik heb er gewoon zin in om op te maken. Dus dat is het resultaat van deze oogschaduw. Dan ga ik glitter, deze kleur, ga ik over mijn ooglidje, bewegend ooglidje aanbrengen. Zo, met deze kwast. Is er nog wat kleur vanaf? Nope. En dit is een HEMA kwast. En die andere ook. Zo. En die breng ik hier over aan. Ik vind het een beetje licht of zo. Of ligt het aan mij? En waarom ik een glitterkleur over mijn dit ooglid heen breng, is omdat ik dan geen minder uitval krijg. Omdat deze kwast stevig is. En met zo'n fluffy kwast krijg je wel. Deze wel lekker zacht of zo hoor. Dat wel. Maar je krijgt gewoon iets minder uitval. Dan doe ik nog een heel klein beetje van de kleur die ik net hier zo deed. Eventjes hierboven. Ik wil wel dat je die kleur terug ziet. Zo. Zo. Ik ga iets dichterbij staan. Dan zien jullie het beter. En dan ga ik met dezelfde kwast eventjes door mijn hand uitstippelen. Ga ik welke kleur ook nou? Deze kleur in de hoek aanbrengen. Deze donkere kleur. In de hoek van mijn. En die blend ik dan hiermee. Nog iets donkerder.
Zo. Blend ik het zo nog even met die andere kleur. Doe ik hetzelfde natuurlijk aan deze kant. Zo. En dan doe ik nog eventjes. Deze keer wel, omdat die andere nu een beetje vies is. Ga ik met deze kleur, die lichte kleur deze, nog eventjes alles blenden. En dan is de ooglook klaar. Ja, ja. Nou, ik heb nog iets donkerder. Ik ben niet goed in de ooglook zo snel te doen, omdat ik het nooit doe. Maar ik vind deze al goed gelukt. Alleen hier zit een streepje. Nou ja, dat zie je toch niet. Nou, ik vind het wel goed hoor. Zo. Dan gaan we met bronzer. Ik ga deze bronzer gebruiken van NYC. De Big Bold Bronzing Powder. Met het Catrice kwastje. Zo. En die maak ik gewoon hier aan. Zo. En echt niet veel, want ik heb geen zin in veel bronzer deze dag. Gewoon een beetje dat mijn ogen gewoon leuk zijn. Yes. En dan is dit klaar. Dan doe ik ook nog een beetje hier natuurlijk, omdat ik een staart in heb. Anders vind ik het niet mooi. Zo. Hier natuurlijk ook nog een beetje. Zo. Dan is dat klaar. En dan ga ik door met mascara. En ik ga deze waterproof mascara gebruiken. Zo. Even mijn spiegeltje erbij. Zo. Oh, kut, ik knie alweer. Zo. Yes. Ze zitten een keer niet aan elkaar. Zo. Ga ik even de mascara boven mijn ogen halen en ben ik zo bij jullie terug. Zo, dan is dat ook weer gebeurd. En dan ga ik nu door met highlighter. Ik heb zin in geen highlighter, want mijn gezicht glimt heel erg. En ik heb geen matte poeder, die moet ik nog steeds kopen. En ik haat dit echt, dus ik ga heel eventjes mijn moeders afpoederingsmiddeltje pakken. En dat is van volgens mij van Makeup Revolution of zo. Ik ben heel dom dat ik nu pas af ga poederen. Maar ja. Want ik heb alles al op. Maar ja. Volgende keer moet ik er even eerder aan denken. Deze poeder is een beetje kruimelig, noem ik het altijd. Een beetje poederig. Dus ik ga hem even niet laten zien. Ik zal als de deksel erop. Maar ik bedoel, ik ga alleen even mijn voorhoofd eventjes iets minder laten glimmen. Deze werkt ook niet zo heel goed hoor. Maar gewoon een beetje dat het iets. Ja. Een beetje op mijn kin. Neus even. Want het gaat wel echt. Mijn neus glimt. Ja, het ziet er wel iets beter uit hoor, maar ja. Oké, ik doe nog een klein beetje op mijn wangetjes, zo. Ik haat het echt als iets glimt. Dan kan ik nu wel gewoon, kijk deze. Zo, en dan ga ik nu wel eventjes snel highlighter aanbrengen. Van dit merk, van I Heart Makeup. Deze highlighter eventjes. Nima, ze zit gewoon papier te eten. Ze eet geen brokken, maar ze eet eikels, papier, vuilnis. Echt een straathand.
Wel een lieve straathond, maar ja, ook soms heel kattig, maar ze eet echt alles. Haar lievelingseten is watermeloen. En mijn andere hond, vlees. Maar dat is wel denk ik van ieder hond wel een beetje vlees, hè? Ja. Zo. Doe ik nog een klein beetje op het puntje van de neus. Een klein beetje hier. Zo. En heb ik nog zin in iets anders aan te brengen? Ja, ik ga even een lipstick aanbrengen. Deze lipstick. Van Catrice. Looney. Niet blaffen. Ik kan natuurlijk wel recht hebben. Zo. Ik kan het echt niet snel hoor, maar. Hij lijkt iets verder op beeld, maar hij is iets lichter. Want anders had ik hem ook niet gekozen voor bij de ooglook. Maar hij is dus echt iets. Minder vuil. Hij is een beetje dezelfde kleur. Ja, iets paarsiger dan mijn lippen. Mijn lippen zijn ook wel rood. Een beetje deze kleur. Alleen deze kleur. En hij is dus echt iets minder vuil. Want kijk, anders. Dit staat toch niet op beeld bij elkaar. Maar ik vind hem zo wel leuk bij elkaar staan. En ik vind deze kleur ook heel leuk bij dit groen staan. Dus vond je deze video nou leuk? Like hem dan. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan. Tot de volgende video. Doei!